Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van 27 februari. Het is maandagmiddag en er vallen diverse buien momenteel in Nederland. En er komen in de loop van de middag en vanavond nog wel wat buien bij. Dit is het radenbeeld van vanochtend, 10 uur. En dan zien we dat op dat moment de meeste neerslag over het westen van het land lag. In het oosten was het toen nog droog. Maar geleidelijk is die neerslag aan het opschuiven. En zoals gezegd, vanuit België en Frankrijk komen nog meer buien onze kant op. En dat betekent ook nattigheid in het oosten. En er kunnen best een paar stevige buien tussen zitten. Er is ook kans op hagel en onweer en windstoten tot zo'n 75. 70 kilometer per uur een zeer wisselvallig weerbeeld dus vandaag en dat houden we ook de komende dagen. En dat komt omdat een lage drukgebied ons weerbeeld bepaalt. Ik zeg een lage drukgebied, eigenlijk zijn het er meerdere, want ze wisselen elkaar een beetje af. Het lage drukgebied dat bevindt zich met name boven de Noordzee, zorgt ook in het noordelijk deel van Europa voor slecht weer. Maar ook wij hier in Nederland hebben toch regelmatig te maken met buien en veel bewolking. Voor de zon is niet al te veel ruimte. En donderdag bijvoorbeeld gaat het ook weer stevig waaien als zo'n randstoring. Ja, Vlak lang strekt. Buien, dus, en die zien we vandaag ook. Zoals gezegd, in het zuidoosten met name kunnen er ook een paar buien met onweer over gaan trekken later vanmiddag en aan het begin vanavond. En ik sluit ook niet uit dat er hagel gaat vallen en ook windstoten tot zo'n 75 km per uur. Het waait überhaupt vrij stevig, een vrij krachtige tot harde wind staat er uit een zuid-zuidwestelijke richting. Vanavond en vannacht neemt die wind niet echt af. De temperaturen nou, die zijn eigenlijk nog best wel hoog voor de buien uit, zo'n 9 tot 11 graden is het. Ja, vanavond trekken de meeste buien naar Duitsland weg. En dan is het vannacht op veel plaatsen toch wel enige tijd droog. Er zijn wat opklaringen en de temperatuur daalt naar zo'n 3 tot 4 graden. Aan het eind van de nacht neemt de kans op buien in het westen wel weer toe. En morgen overdag, ja, dan trekken die buien eigenlijk van west naar oost over het land. In de ochtend is het in het oosten op de meeste plaatsen nog wel droog. Maar in de middag vallen daar dan een paar pittige buien. En in het westen is het juist andersom. Daar, juist in de ochtend, die buien met misschien ook nog wel een klap onweer erbij. Maar in de middag. Uh, ja, wat, wat droger en ook ruimte voor de zon. Temperatuur ligt morgen rond de 7 graden. Dat is duidelijk wat frisser dan vandaag. Nou, woensdag gaat die temperatuur weer iets omhoog, wordt het een graad of 8. In de ochtend een paar buien, in de middag waarschijnlijk enige tijd droog en dan in de avond flink wat regen vanuit het zuidwesten. En donderdag trekt dan de wind stevig aan. Het wordt dan een vrij krachtige tot harde wind, met ook windvlagen bovenland van zo'n 75 kilometer per uur. Ik sluit dat niet uit. En dan zijn er een paar buien die er vallen. En verder is er ook ruimte voor de zon. Eigenlijk lijkt het erop, qua weerbeeld, dat donderdag de beste dag gaat worden, met zonnige perioden en wat buien. Dus alleen en die wind ja, die is vrij stevig. Vrijdag juist weer meer buien. En het wisselvallige weer, dat houden we dan ook gewoon in het weekende. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.